En dit is helaas alweer de laatste New York City video. Nu, voor je deze kijkt, raad ik eerst aan om het eerste, tweede en derde deel ervan te kijken. Zodat je helemaal kan volgen. En ik wens jullie alvast veel plezier met het kijken van deze video. Op onze voorlaatste dag zijn we naar Top of the Rock geweest. En dat is een heel erg hoog gebouw. Een beetje vergelijkbaar met Empire State Building. Waar je dus op kan en dan kan je over heel New York kijken. Het was echt super tof om te doen. Eerst moest je met een lift naar boven. 67 verdiepingen en dan ja, waren er zo allemaal lichtjes zoals je kon zien. En dan had je echt het allermooiste uitzicht over New York ever. En ja, dat was echt gewoon mega leuk. Ik laat jullie echt heel erg graag meegenieten van het mooie uitzicht, want dit is gewoon echt het allermooiste dat ik echt ooit al heb gezien. Er zijn ook heel veel mensen die dit graag 's avonds doen, omdat je dan alle lichtjes heel erg goed kan zien. En daar kan ik echt goed inkomen dat je dat ook heel graag wil doen. Maar wij hebben er toch voor gekozen om het overdag te doen. Maar dit was, ja, ik ben echt gewoon verliefd op New York geworden. Enkel en alleen al door dit uitzicht. En dan 's middags hebben we een broodje gegeten in Bryant Park. En dan hebben we daar ook nog wat in de zon gezeten. En ja, dat was gewoon super zalig in die lekker warme zon. En dan zijn we daarna doorgegaan naar Union Square. Een heel bekend plein. Ja, niet zo heel speciaal, gewoon een plein. Maar ook leuk om te zien, want het is heel bekend. En dan zijn we daarna nog een keertje naar Brooklyn geweest. Omdat de dag dat wij daar de eerste keer waren geweest, was er echt super veel wind. Het was echt heel erg koud. En omdat het nu zo warm was, zijn we bij de Starbucks een lekker drankje gaan halen. En hebben we de Brooklyn Bridge nog eens afgewandeld. Nu in het zonnetje, dat was veel aangenamer. Het was echt super mooi om nog eens te zien. En ja, het was daar echt keigezellig. En dan op onze laatste dag, namelijk dinsdag 11 april, zijn we nog naar Cookie Dough geweest. Eerlijk, dit was echt het vieste dat ik ooit al heb gegeten. Ik en mijn papa dachten dat dat ijs was. Dat was dus niet, dat was gewoon puur koekjesdeeg. Echt niet te eten. En ja, het kostte ook gewoon superveel geld voor wat het was. Maar goed, na het ijsje, rond 3 uur in de namiddag, was het helaas alweer tijd om terug te gaan naar JFK. Naar onze luchthaven, waar we dus onze vlucht terug naar België hadden. En ik wou echt bijna wenen, want ik wou echt niet vertrekken. Ik had gewoon echt geen zin. En ja, toen we in het vliegtuig zaten, had ik er mij wel een beetje overgezet, maar ik wou echt niet terug. En we hadden een 6 uur en 40 minuten vlucht, dus dat viel allebei al nog heel goed mee. We hebben een nachtvlucht gehad, terugvliegen naar België is altijd een nachtvlucht, dus dat viel eigenlijk heel goed mee. Ik heb al niet geslapen, zodat we aankwamen was ik eigenlijk echt super moe. Maar we hebben een heel aangename vlucht gehad. Ik heb gewoon een serie gekeken en zo. En tegen dat we bijna in België waren, had ik ook echt een super mooi uitzicht vanuit mijn raampje. De lucht was heel erg mooi. Maar voor de rest hebben we echt een hele goede vlucht gehad. En ja, toen waren we helaas weer in België. Deze reis New York City 2017 was echt de allerleukste reis die ik ooit heb gedaan. Ik ga deze echt nooit vergeten en het staat nu al vast, ik ga ooit nog eens terug naar daar. Ik wil jullie heel erg bedanken om naar deze 4 New York City vlogs te kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en tot de volgende keer. Bye!